We zijn vandaag in Amsterdam, de hoofdstad van Nederland. En in deze video nemen we jullie mee naar een paar mooie plekjes om foto's te maken in Amsterdam. Dus fotografieliefhebbers, opgelet. Dat doen we vandaag niet zomaar, we doen het met de Oppo Reno 8 Pro. Met een 50 megapixel Sony camera. En de foto's die we hiermee gaan maken, die plaatsen we ook op social media met hashtag ShotOnOppo. Dus hou jij van fotografie en ben jij benieuwd naar de allermooiste plekjes in Amsterdam? Ga deze video dan lekker met ons mee. We staan hier op de eerste plek, namelijk de Dam hier in Amsterdam. Een van de meest beroemde plekken. En deze plek leent zich uitstekend om gave foto's te maken. Je hebt hier heel veel verschillende gebouwen, oude gebouwen met een bijzondere geschiedenis. En gewoon heel veel cultuur om je heen. Dus laten we hier beginnen. En dan ga ik jullie laten zien hoe jij super gave foto's kan maken hier op de Dam in Amsterdam. We zijn aangekomen bij de 9 straatjes hier in Amsterdam. Dat is een plek met, de naam zegt al, 9 straatjes. En hier rondom de 9 straatjes is het heel mooi om foto's te maken. En ziet het er echt traditioneel Amsterdams uit. En ik ga jullie even laten zien wat daar het resultaat van is. We staan hier voor de Munttoren, ook wel de Munt genoemd. En deze toren maakte vroeger uit van een van de belangrijkste hoofdpoorten van Amsterdam. Hij staat hier al honderden jaren en hij leent zich uitstekend voor een mooi kiekje. Ja, we staan hier bij Koninklijk Theater Tuschinski. En dat gebouw staat hier al meer dan 100 jaar en is vorig jaar uitgeroepen tot mooiste bioscoop ter wereld. Ja, en die mooiste bioscoop ter wereld die hebben we hier dus gewoon in hartje Amsterdam. Uitstekende gelegenheid voor een mooie foto. We zijn weer op een nieuwe plek aangekomen hier in Amsterdam voor een gave foto. En deze keer is dat de Magere Brug. Dat is een hele kenmerkende oude dubbele ophaalbrug over de Amstel in Amsterdam. Ja, en niet alleen de brug zelf, maar ook het uitzicht hier in de omgeving is echt een aanrader om mooie foto's te maken. We staan hier voor de Oude Kerk in Amsterdam. En oud, ja, dat kun je wel zeggen, want dit is het oudste nog bestaande gebouw van heel Amsterdam. En dat is een hele mooie plek om foto's te maken met een historisch tintje. Yes, dat waren een aantal van de allerleukste plekjes hier in Amsterdam om gave foto's te maken. Deze foto's delen wij op social media met hashtag ShotOnOppo. En over hashtag ShotOnOppo gesproken, meestal gaan wij woensdag live op YouTube. En daar hebben we een leuke fotowedstrijd waarin alle mensen foto's kunnen delen op social media met hashtag ShotOnOppo. En elke week maken wij een winnaar bekend van de allermooiste foto. En die maakt kans op leuke prijzen, zoals bijvoorbeeld draadloze oortjes. Dus kijk onze livestream ook op woensdagen. Hashtag ShotOnOppo. Dit was Amsterdam. Zie ik jullie bij de volgende video.